Wie parallel aan de Amstel door de brede Wibautstraat Amsterdam binnenkomt, stuit onmiddellijk bij het Rijnspoorplein al op een versperring. Want hier wordt gewerkt aan een kruising op twee niveaus ten behoeve van de toevoer naar de nieuwe IJ-tunnel. In dat tracé komt men dan bij het Jozef Daniel Meijerplein, waar eveneens een ondergrondse kruising wordt gemaakt. Uit de onderdoorgang bereikt men de Valkenburgerstraat. Maar dan loopt men vast op een aantal huizen die als zoveel panden in deze buurt gesloopt worden om ruimte te maken voor de directe weg naar de tunnel die als het kan over een jaar klaar moet zijn. De ingang van de eigenlijke tunnel ligt in de Foeliestraat. De toegangen zijn al duidelijk zichtbaar. Het verkeer van de bouwers kan hier al een heel stuk de tunnel inrijden om materiaal en arbeiders te vervoeren. Aan de noordzijde van het IJ ligt ook al een flink stuk vrijwel gereed gekomen tunnelwerk. Het noordelijk ventilatiegebouw is zo goed als klaar. De tunnelbaan komt vervolgens bij het viaduct Kraaienplein, waar in de toekomst het verkeer voor Amsterdam-Noord kan afslaan. Het doorgaand verkeer gaat langs het Noord-Hollands Kanaal verder noordwaarts en passeert daar tal van kunstwerken die nu nog doelloos in de ruimte van Amsterdam-Noord staan, maar die, als de tunnel klaar is, het verkeer snel in de richting van Alkmaar en Leeuwarden kunnen vervoeren.